Zijn mijn vrouw, heb je er zin in voor vanmiddag? Ik zeg, absoluut. Ik ga mijn vrienden ontmoeten. Mag Martin weer zien, mag Ben zien, mag Annelies zien. Carina, en de man is er ook. Voor een keer hebben we zelf nog samen gezongen. Gedenkbaar, wat is er al niet? Het was een vraag. Wat is er? Mijn licht. Ik kan het goed zien hoor. Ja, als jij mijn licht, ja. Ik voel het gezellig. Het is kerst, niet zo licht gezellig. Stukken beter, Abby. Stukken beter, ik denk wat is het op. Dat is de roos van de breekplein trouwens, gemeente. Zonder haar niet deze diensten. Maar dat zei ik dus vanmiddag tegen mijn vrouw. En ik zou het nou zo mooi vinden als we allemaal, als we naar de kerk toe gaan, als we naar de dienst komen, naar deze, maar naar elke dienst, dat je denkt, wat fantastisch, ik ga mijn vrienden, mijn broeders en zusters ontmoeten. En daarbij, er is iemand die een enorme grote wens heeft dat wij hier vanmiddag bij elkaar zijn. Dat is onze Heer, onze Heiland. God zelf roept ons bijeen. Met klokgeluid, met zang, met muziek, op duizenden manieren. Vonken van zijn heiligheid. Laten we daarom bij het begin van deze dienst op elkaar de hand drukken en zeggen: wat geweldig dat je er bent, de vrede van Christus. Ja, ga maar. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer en de Heilige Geest. Amen. Thank you.
Hemelse Vader, hiervoor kijken we uit naar de komst van uw Zoon. Om aan de verslagen harten hoop te bieden. Om aan de mensen die zoveel zijn kwijtgeraakt te laten horen, te laten zien. Er is licht midden in de duisternis. En Vader, geef dan ook dat wij hier vanmiddag mogen ervaren dat de rijk door u gezegende muziek ook u werkelijk de lof mag brengen. En dat u mag klinken zoals uw woord dat mag klinken. Als muziek in de oren van uw profeten, apostelen, evangelisten, de beelden door tot aan hier. Vanmiddag in Rotterdam, in de Breedlijn, de Heer leeft. De Heer leeft en wij met hem. Dat uw Heilige Geest mogen ervaren, mogen ontdekken dat u onze hemelse Vader bent. Dat wij weten en beseffen dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat we daarin meegenomen worden dat deze wereld niet bestaat uit alleen maar puinhoop. Dat we mogen uitzien op uw komst.
zichzelf bedriegt. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, dan moet hij eerst dwaas worden, pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. En er staat ook geschreven, de Heer kent de gedachten van de wijze. Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een andere mens. Want alles is van u. Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u en u bent van Christus. En Christus is van God. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, doet er voor mij niet toe. En hoe ik over mezelf oordeel, telt even niet. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust. Maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op met oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt. Omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is. En zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. En dan zal God zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Thank you.
Jezus leren. Wat is het goede? Wat is nou de diepste waarheid? Wat is waar voor ons te behouden? Waar we ook strijd voor over hebben. De wereld staat in brand. Dat is echt zo'n dominee zin. Er zijn meer branden dan dat wij zelf kunnen blussen. Ook als zo'n dominee zin. Ik ben bang dat het zo vaak niet zelf uitgebruikt wordt. Of in een gebed. Heer, wij ontsteken meer brandhaarden als dat wij zelf kunnen blussen. Maar waar getuigt het evangelie van dat wij machteloos zouden zijn? Waar zegt de Heilige Schrift ons dat wij helemaal niets kunnen doen? Dat het niet onze schuld is, dat wij geen verantwoording hebben? Waar zegt de Schrift ons dat wij alleen maar zitten te midden van rokende puinhopen, hopeloos? Vormen wij dan met elkaar niet het lichaam van Christus? Elke bladzijde, elk hoofdstuk van Paulus spreekt dat omhoog. Wij, jullie, vormen een lichaam van Christus. Dus zijn wij machteloos. Want Christus is het niet. We mogen dus ook niet geen hoop meer hebben. De dwaasheid is te denken dat wij niets kunnen. Dat moet ophouden. De dwaasheid is ook te denken dat wij ook niet ergens op een bepaalde manier verantwoordelijk zouden zijn voor zaken die door ons heen allemaal zien gebeuren. Er is niemand van ons die niet ergens op een bepaalde manier ook zijn zorgen heeft over bijvoorbeeld de natuur. Ik voel allemaal aan dat we zeggen, ja, die is niet normaal meer. Ik acht de kans dat mijn kinderen een Elfstedentocht gaan meemaken uitermate klein. Ik heb bij alle Elfstedentochten tijdens mijn leven, belde mijn vader de meester van school, Arnold is ziek, ik stond in vraag. Ja, het was minder dat je dan ook op tv komt, is terug te zien, vol in beeld op de NOS, had de directeur van de school gezien. We hebben allemaal onze zorgen. We hebben zorgen over geld bijvoorbeeld. Dat we allemaal een beetje merken dat we minder kunnen doen, minder kunnen kopen. En dan krijg je zo'n afrekening binnen van je energierekening. En ja, daar word je dus ook echt heel koud van. Dat zijn eigenlijk kleine zorgjes. Tuurlijk hebben we zorgen over die vreselijke oorlog in Oekraïne. Niet zo lang geleden sprak er een meisje uit Oekraïne hier naartoe gekomen als vluchtelingen. En haar man is daar aan het knokken. Zeg, hoe gaat het met hem? Zegt ze, nou, zijn goede vriend is doodgeschoten. Een ander, iemand is een bataljon op zijn been kwijt. Een ander arm. Maar het gaat met hem eigenlijk heel goed. Surrealistisch. En ze zeggen, wij zijn erbij blijven staan daar hoor. Want wij zijn het schot op de deur door beneden. Voelen we allemaal wel. We zijn toch allemaal bang. Eén enkele afzwaaier. Zo'n mond in de kruis. Steeds gevaar. We hebben allemaal onze zorgen waarschijnlijk ook over de politiek. Wat er in het land gebeurt. Qua regeringen. We zien hoe dat allemaal ook uit elkaar dreigt te drijven. Politieke partijen zich terugtrekken en niet meer met elkaar een oplossing zoeken. Maar ik vind dat nogmaals niet de grootste crisis. Er is een crisis van vertrouwen. Dat vind ik heel erg hoe we dat in elkaar kwijtraken. Niet meer de basis van met elkaar zoeken met elkaar. En al de wijzen spreken op radio, op tv. We weten hoe dat is. Daar horen we ook heel vaak heel veel lucht en leven. Maar nog
denk aan die eenzame vrouw, wel de slager, de bakker, soms wekenlang niemand spreekt en zich eenzaam voelt en in de steek gelaten. Hoe wordt het goed met de vader? En ze is ook nog de weg naar de kerk kwijtgeraakt, ook God kwijt. Dan komt er een leegte aan de binnenkant die zich bijna niet meer laat vullen. Nee, die bijna die laatste. De hele brief van Paulus schrijft hij daarover, wat volgens hem de grootste puinhoop is. Die een paar hoofdstukken later, heel precies. En al het andere zegt hij is, en dan noemt het ook dwaasheid geworden. Heeft hij het daarover? Puinhoop van liefdeloosheid. Dat het allemaal hol is en leeg is. Tot God en de naaste. Tot de naaste en God. En daar kan je niets moedig van worden. Stil. Als we nou met elkaar gaan zingen, gemeente, wat doen we dan eigenlijk? Dus? Het is toch niet alleen voor de rekken? Komt ook omdat er iets anders gebeurt. Omdat we ons opnieuw hoop inzien. Het is zingen in het donker. Hoop. Omdat we weten dat er licht is. Dat we ergens ook wel zien, dat wij natuurlijk allemaal, ieder van ons, we kunnen allemaal een stapje meer en een stapje beter. En we weten allemaal ook wel dat we niet altijd bezig zijn met de goede dingen en de belangrijke dingen van God. Maar misschien jij wel. We zouden eigenlijk toch beter moeten kunnen als dat we doen. Niemand moet zich laten voorstaan dat een ander mens zegt, Paulus. Alles is van jullie. Gezamenlijke verantwoording. We zien allemaal dingen om ons heen die ons naar beneden trekken. We zijn allemaal in staat, deze wereld, ons handelen, allemaal, een klein stap dichter naar het ravijn te trekken. Maar er is ook iets wat ons opvalt. Want dit leven, heden, toekomst, de dood zelfs, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En u kunt ook allemaal de wereld een stapje dichter naar het licht brengen. Alles is van ons. En we hebben meer in handen dan wat we vaak durven toe te geven. Wij zijn van Christus. En Christus is van God. Wij zijn dienaren, dus is er God. God kent onze beperkingen als geen ander. Dat zien we namelijk bij Christus, rondom het kruis. Hoeveel moeite we hebben in dat werkelijke vertrouwen dat dit de Zoon van God is. Hij staat erop. Hoe vaak we ook zijn, hoe vaak we ook zien, tegelijk, want hij is zin, geeft hij op. Hoort bij het lichaam van Christus. En dus is er hoop. En God die hoop houdt, zegt dat net als geld in een kluis. En je hoeft die kluis nog niet open te doen om te zien dat het er is. Wij leven aards en hemels. Zo leert Paulus. En als wij alleen maar mensen van deze aarde zouden zijn, zien we echt alleen maar die puinhopen en geen uitweg meer. Wat moeten we onze hoofd hebben van protocollen, van rekenmeesters? Nou, ik weet niet hoe het u dan vergaat. Maar als je denkt, helemaal 100%, ik ben alleen maar van die hemel, dan leef je ook niet hier. Er wordt gevraagd om vol te houden. Wat Paulus ook zegt in die brief. Wat het de liefde niet. Waar? Hoe kan dat? En dus weten wij van hoop voorbij deze horizon. Ik zat net te luisteren naar het koor dat zong, O kom, iemand. Dat lied is stokoud. Zijn oudste versie is het eigenlijk een prachtig Latijn. Veni, veni.
twee Koreaans. Toen klik als kauwgom, de ander niet stil bleef en ging. Ja, dat is best zo. Hoe kan je echt weten? Geen moeite met je te weten. En als je dat niet in het oorspronkelijke Latijn, gaat hij dan thuis naar zijn op zoek en gaat het googlen, Wikipedia. En je volgt alle completten daarvan en alle completten beginnen in een ander woord. En als je nou van elke plek de eerste letter pakt, en je neemt die naar beneden toe, dan zie je staan Latijn Erocras. Ik zal daar zijn, een echt adventie, dat je elke keer een complet verder ziet, totdat je op kerst of niet ziet. Kind is ons geboren, koning. Er is een sluier die ons scheidt. Er is een soort sluier die ons scheidt van de werkelijkheid van God. Wij zijn zo verbonden hier aan deze aarde. Soms valt het weg. Het voorhoofd is ontscheurd. En ik denk dat je het weg kan zetten. Ik denk dat je het kan. Ik weet dat je het weg kan zetten. Hoor het. Voelen worden we getrokken. Hij leeft en wij met hem. En laten we eerlijk zijn, want dat dans, het is hier nog heel vaak zo onberekend. Maar hij ziet een weg, en dus mogen wij de hoop niet kwijtraken. De weg die hij ziet, die ons laat zien, is een nieuw Jeruzalem. De vader valt. Dus altijd. Er is altijd een vol of twee van God zijn aanwezig. Want aan hem behoort de aarde en haar wel en wel. De gemeente laat het daar zitten of zij Christus aan.
Fijn in de val. Het volgende lied hebben een solist uit het koor en het staat niet in het programma. Maar als u hem wilt boeken, moet u wel weten wie het is. Het is namelijk onze bas, Geert Westerhof. Die gaat de solo zingen bij de prachtige Gloria. De schitterende tekst van Margreet Ras. Prachtige melodie, die kent u misschien wel van Elvis Presley. Nou, wij hebben onze eigen Elvis. Aandacht voor de collecte, dubbele punt. Staat ook in de liturgie, dat is
geniet hier vanmiddag en elke dag van ons leven van uw heilige Pascha. Dat u hoop houdt waar wij al lang kwijt zijn. Dat waar de dood is, uw licht schijnt en wij opstaan. Dat waar haat is, uw liefde leeft. Vader, we danken u voor uw heilig woord. We danken u ervoor dat u ons altijd optrekt, licht geeft, verder voert. Wij zien uit naar een hoofd van de kruis. Vader, we danken u voor de inzet van zoveel mensen hier vanmiddag. Om de lofzang gaande te houden, omdat we niet anders kunnen, omdat het hart daarvan overloopt. We danken u bovenal voor het geschenk van uw zoon, Christus, die ons is voorgegaan. Of zij. Oh.
Gemeente van Jezus Christus. Er zijn een aantal mensen, en ik weet allemaal wie het zijn, die ik graag wil bedanken voor deze dienst. Laten we beginnen met te bedanken Cornelis van der Plicht, onze koster. Wat onmisbaar eigenlijk voor ons. Hij ziet hier niet eens. Waar is hij dan? Waar? Is hij bij koffie? Ja, dat hoort natuurlijk wel bij. En natuurlijk, heren, helemaal uit Noordwest Veluwe. Christelijk studenten, mannenkoor. Zeg iets verkeerd? Martin zei net, ik ben al 25 jaar organist. Het is te zien dat die mensen weten te binden. Dirigent. Oh, gelukkig. Ontzettend bedankt, heren. En we hebben ervan genoten vanmiddag met elkaar de lofzang zo gaande te houden. Martin, jij natuurlijk altijd bedankt. Het is altijd iets bijzonders als wij bij elkaar komen. Hoe goed is het dan niet als broeders van dezelfde huisstad elkaar ontmoeten? En het is waar, veel verhalen die wij samen hebben meegemaakt, kunnen we bij jullie delen. Ik wil uiteraard ook weer bedanken aan het orgel. Wat die man allemaal niet kan, hè. Het is toch knap ook. Ja, ik heb er erg van gehoord. En natuurlijk Annelies Schep, pas nog samen gezongen. We hadden ook een organist, die heeft het nog over Annelies. Namelijk dat ze zo goed dirigeert. Want als je bij Annelies het niet goed doet, dan krijg je dat goed te horen. Ja, fantastisch. Ook Carina natuurlijk ontzettend bedankt. Fijn om weer samen te zijn. En gemeente, de dank komt natuurlijk altijd om aan God. Zeker. Maar ook u bedankt voor uw aanwezigheid. Want we zijn rijk met elkaar gezegend. En daar kunnen we dan ook niet anders, zou ik zeggen, om met elkaar weer zingend af te sluiten. Laten we dat met elkaar verstaan. Thank you.
Hoi. Van te zeggen. De Heer zegene u en hij behoorde u. De Heer doe zijn aanzicht over u lichten en zijn genadig. De Heer verheffen zijn aanzicht over u en geven u zijn vrede. Dames en heren,